What's good, Kjell fam? Oh, goedenavond. Ik klap er goed in. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als de dagerstamver. Niet waar. What even is this meme, man? niet waar. Geef jezelf een bijnaam. Koninga. Rampstamp, de financiële man. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals ik zei, wij hebben mogen nog niet onderdeel te abonneren op me. Wat wil jij aan het einde zeggen? Oh. Bedankt voor de YouTube tutorial, Jartstruik. Alsjeblieft. Ik ben Joffrey van Tube de Taal met de beste tips voor jouw kanaal. Ga vandaag iets leuks doen, het is je misschien opgevallen. Ik heb afgelopen week mijn eigen partyspel uitgebracht. What's good, man? Waar zijn we deze dag? Dit is Slapstick. Calvin, Slapstick is my own game. Je hebt YouTubers die hun eigen boek maken. Je hebt YouTubers die t-shirts verkopen, je hebt YouTubers die... Dat doe jij echt allemaal. Nee, maar even, bedenk nog even iets. En dan heb je YouTubers die een spel maken en dat is voor afgelopen week gebeurd. En daar ben ik onwijs trots op, het is Calvin Slapstick. Mocht je nou afvragen hoe werkt het, dat gaan we je vandaag laten zien. Maar ik ga eerst deze mannen introduceren. Je kan het spel vanaf 2 mensen spelen tot en met 8 mensen. Maar om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden voor jullie als kijker, dacht ik, we beginnen even met z'n drieën. Introduceer jezelf. Hallo, ik ben Jartstruik. Quinten Pool. Mijn naam is... Wat? Quinten Pool. Wat, jullie hebben dit al gezien? Ik heb het al gespeeld zelfs. Ja, echt? Hoe kom je eraan? Bij alle speelgoedwinkels en bol.com zeker. Ik heb slechts 19,95 euro uitgegeven en spontaan lag het in mijn huis. Echt waar? Echt waar. Heb je nice. Een werkdag? Dit legendarische spel. Oké, okay, het is tijd voor de officiële unboxing. Als je de doos openmaakt... Papier. Hier. Oké, en als je de doos openmaakt, zie je dit. En dan denk je, hè, wat is dit? Waarom heb ik alleen een doos met een hand gekregen? Hè, is dit het dan? Oh, wat handig! Comedy! Dit is een doosje met kaarten, mijn hoofd staat erop. Ja, want weet je, ik bedoel, we zijn narcisten deze dagen, toch? Hey. Dit zijn de dilemma-kaarten. Mocht je je afvragen, wat zijn dilemma-kaarten? Dat gaan we je straks uitleggen. Deze mag jij hebben. Yes! Dan denk je, hè, wat is dit het? Nee. Zou er nog iets onder zitten? Oh, papa! Een kraan! Tonight on Border Security. Oh, wow. We hebben een dubbele bodem gevonden, man. He, dit kan echt niet. We moeten het spoor opzoeken. Dit was Border Security. Kijk, dit zijn allemaal kaarten. Je hebt een aantal soorten kaarten. Je hebt de AB kaarten. Dat is eigenlijk voor als je met meer mensen speelt. Dus die gaan we vandaag even buiten beschouwing laten. En dan heb je dus deze kaarten. En zelf even de regels lezen. Als je tussen de 10 of 13 bent, dan moet je met de blauwe kaarten spelen. Want ja, anders krijg je kaarten over fucking Madonna of zo. Dan denk je, wie is Madonna überhaupt? Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. En dan heb je deze kaarten. En dit zijn voor de mensen boven 13, a.k.a. de funzige kaarten. Ja, funzig. Het zijn niet allemaal funzig. Funzig. Politiekse kaarten. Maar goed, aangezien wij boven de 13 zijn en Quinten niet, gaan we met alle kleuren spelen. Doen we gewoon zo'n beetje door elkaar en er is niks aan de hand. Ja, man, hey. Spannend. You gotta include me, man. You got a comment on that roast. No comment. Oké, okay. Je denkt ongetwijfeld, dit is een stokje en dit is een hand. Wat moet je daar nou mee doen? Laat het goed zien voor de camera dan, vriend. Mag ik even een Hans Klok muziekje? Wat is een Hans Klok muziekje? Dit. Ik hoor niks. Ja, ja! Oké, okay, ik ga jou een dilemma voorleggen, ja? Of een vraag of een stelling. En je hebt altijd 2 opties, of A of B. Aan jou de taak, Quinten ja, Pol. Geef mij die taak. Om het juiste antwoord te geven. Het antwoord waar het merendeel van de mensen op heeft gestemd. En normaal gesproken baseer je dat op het gezelschap. Maar vandaag baseren we dat op Nederland. We hebben iedereen uit Nederland, alle 17 miljoen mensen, deze stellingen voorgehouden. En als je het niet eens bent met de meerderheid, dan word je gesmekt. Wat is dit voor sociale druk, man? Je wordt gewoon echt geheerd. Eigenlijk dingen die eigenlijk niet mogen kunnen, we doen het wel hier. Zijn jullie klaar voor Calvin Slapstick? Yes, man! Are we ready? Ik doe het! Are we ready? Ik ga ervoor! Let's go! Je hele bericht wordt meteen gewist als je een typfout maakt. Antwoord B, je mag voortaan alleen met je linkerpink appen. Ja, ik hoop dat de wereld het met me eens is, maar sowieso A toch, man. Dat is gewoon een feature. Ik zou gewoon betalen om dat te krijgen. Dat je hele bericht wordt gewist, je hele bericht. Dat doe ik zelf altijd al. Maar je hebt 18 zinnen getypt naar je teammate. Hoe does that? De 19e zin. Je doet gewoon Oké, nee, maar goed, fijn dat je overtuigd bent van je eigen gelijk. We zullen even, de jury gaat even overleggen. Hey, the world better be on my side, man. Deze Slapstick heeft 2 opties. Of je kan iemand zo vol smacken. Zo. Ja, maar hallo, of, heb ik niet nu al verloren? Optie 2 is dat je iemand wil smacken, maar dat die... Oh nee, okay. Toch niet. Mm-hmm. Het vernuftige systeem, we hebben 38 jaar onderzoek gedaan hoe we dit systeem hebben kunnen maken. Ik ga gewoon 3. Ik ga gewoon kijken. 2, 1. Oh, ik knippel nog. Als je 3 keer geslept bent, dan ben je af. Je moet eigenlijk gewoon de bovenste pakken en daar moet je het mee doen. Oké, ik pak de bovenste. Wat heb je liever? Je mag een dagje president van Amerika zijn of je mag een dagje de Dalai Lama zijn? Wat?
Wat kiest Nederland? Wat kiest Nederland? Of je bent een dag president van Amerika of Amerika. President van Amerika voor een dag. Verleid mij me lossen. Los mij me verleiden. Ik weet het niet. Sick. Ik zweet onder die oksels. Oké, we gaan door. Het is tijd voor je Jart. Jart loopt dapper te doen. Oké, ik loop. That dapper boy. Jart struik, wat gaat er door je heen op dit moment? Bloed. En water. En lichtelijke spanning met betrekking tot het spel Calvin Slapstick. Verkijk maar, Bob. Ik heb alles zo. Het speelgoed winkels. Elke avocado die je opensnijdt is helemaal perfect rijp. Of elk eitje dat je kookt is precies zoals je dat wil. The man has avocado spoken. Is een luxe product. Meer mensen in Nederland eten eitjes dan avocados. The man has spoken. You don't know what the world has in store for you. Doe het! Hij denkt als de populus en niet als jezelf. Als de populus. Ja, dat is het idee van het spel. Ja. Oké. Of je wordt vrienden met Lil Kleine en Ronnie Flex en ze nemen je overal mee naartoe. Of B, je krijgt een zwembad in je tuin. Even vanuitgaan dat je überhaupt een tuin hebt. Laat staan een huis. Je krijgt een heel zwembad zelf, voor jezelf. Of je wordt Matties van Ronnie en Lil Kleine. Jij gaat voor Ronnie en Jorik. Matties zijn met Ronnie, oké. Ik weet niet wat die maatstaven zijn in de wereld, man. Look into the camera. Look into the camera. I'm looking. You got slapped. Mensen willen een zwembad. You got slapped hard, man. Elke dag een bad hair day. Het is al zo. Of B, je gaat door het leven zonder wenkbrauw. Dat is zo. Oké, ja, bij mij zou ik gaan voor de bad hair day, want ja, dat is toch altijd zo. Nee, ik denk dat de meeste mensen kiezen voor de bad hair day. Het zou zonde zijn. Bij de seksual. Ja, man. Als er iets gebeurt. Dat wordt ook gewoon hard, hè? Wat is dit? Met dat knappe. Hij kwam ook bijna tegen mij, je had me bijna alsnog geslept. Wil jij weer geslagen worden ofzo? Wil je zo graag weer aan de beurt zijn? Cause you gon' get it wrong. No. The game is on! De enige persoon die volgens nog geslept is, was jij. Weet je nog, een flashback? Look into the camera. I'm looking! Ja hoor. Je ouders bepalen met wie je omgaat. B. Je ouders bepalen elke dag welke kleren je draagt. Ja, bij Jart is dat laatste toch al het geval. Well, daar ziet hij er zo uit. Ja, ja. Kijk dan. Zijn ouders zijn dom hip. Dat het inderdaad niet eens deze belediging is. Maar oh, je wil fucking goede kleding. Ik ga voor A, B. Nee, kies iets. Ik ga voor B. Liever vrienden dan kleding. Nee, A. Ga voor A. A, final answer. Oh shit. Oh shit. Oh, oh shit. Oh, 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 oh. Geslagen, motherfuckers. Quinten Paul, ik heb een mooie stelling voor je. Denk ik dat die mooi is of wil ik dat ik hem goed heb? Dit is een stelling. Jij moet aangeven of hij waar of niet waar is. Oh, dat is het spel. Vrouwen hebben van nature meer talent voor het huishouden dan mannen. Waar of niet waar? Daar. Daar. Ik wil niet stoken hoor, maar ik heb gewoon die fucking research paper gelezen die dit heeft onderzocht, man, bro. Oké. Dit I ain't even playing. Yo, you are playing this game. Oh! Wil je nou ook spelen? Ga dan naar bol.com of je plaatselijke super fucking speelgoedwinkel. Je slap, nul slaps, hè? You ain't gonna fucking hit me. Oh, you ain't gonna hit me. You ain't gonna hit me. Oh! Oh, hey! Wat is dit? Nummer 2! Nummer 3! Oh, you ain't gonna hit me. Rustig! Witte, rustig! Ja! Die research papers liegen niet, man, bro! 44% van Nederland. Godverdomme, 44%! Je zei een fucking stelling! Waar of niet waar? Ja! Wat vindt Nederland dat waar is? Dat is toch... Dat is een hele spel. De waarheid is niet gebaseerd op meningen, Kelvin! Dat is op feiten! Hij voelt ineens die stelling uit de aders! Ik denk dat jij richting verlies aan het gaan bent. Story of my love, man. Ik pak waren. Kelvin! Shit! Welke Disney prinses is mooier? Elsa van Frozen of Belle van Belle en de Beest? Oh, oh, oh. Denk aan die blonde lokken en die bruine lokken. Oké, ik ga voor Belle. Belle en de Beest. Jij bent quick op deze, man. Ja, maar denk na voordat je answert. Ik denk Nederland heeft meer met die Belle, man. Want die lijkt het meest op Nina. Do you wanna build a snowman? Oh, Nederland, ja, die houdt meer gewoon van die dierenvriendin. Nee, van die kaaskoop. Tjeeje, let's go. Yo, weet je hoe het gaat op de straat? Je weet het wel, we spelen een gaaf spel. En je weet, ik speel slapstick. Tjeeje. Hey, ik ga je ook hitten met die stelling. Want die pakte mij net echt even goed in mijn anus. Oké. Misschien pakte hij jou ook wel, dacht ik. Het zou beter zijn als je pas mag stemmen. Als je slaagt voor een basiskennistest.
over onze politieke partijen. Waar of niet waar? Ik denk dat Nederland vindt dat het waar is. Dus dat je inderdaad een basiskennistest moet doen. Nou, ja, best prima, prima idee. En ik denk dat dat gewoon heel prima is. Dus ik ben niet, ik ben er niet bang verder. Look at that face. Opgeslagen. Opgeslagen. Wat heb je liever? Elke straatverkoper die je tegenkomt rent voor je weg. Alle hondenpoep is voor altijd verdwenen op straat. Fucking moeilijk. Nou, aan de moeilijke kant zou ik het eerder willen noemen. Als ik dit had gehad, dan had ik hem wel geweten. Ja. Je moet iets, je hebt nog 5 seconden. 4, 3, 2, 8, 1. Quinten Pol, je weet dat als je nu gehit wordt, dat je officieel uit het spel ligt en dat je je spullen mag pakken en nooit meer terug hoeft te komen naar Robinson Island. Ik heb zo hard voor gewerkt om hier te komen, wat is dit man? Wil je nog iets zeggen tegen Thuisfront? Ik heb echt alles gedaan wat ik kon. People love poop in the shoe, people hate little kleine Ronnie. Mensen willen, ja nee, je had het helaas fout, het was 40-60. Het zat wel dicht bij elkaar, Quinten. 40-60 was niet dicht bij elkaar. Jawel, vriend. Ik gaf Jack die 50-50 questionnaire goed. Oké, okay, Jack, wij zijn nog in het spel. Ja man. Quinten ligt officieel uit. Nee, dat was geen mis. Ik ben gewoon boos. Jij mag, een voordeeltje is wel, jij mag nu de slapstick beheersen. Jij mag nu de guy zijn. Dit was mijn plan all along. Dit was mijn plan all along. Jack, we zijn nog in het spel. Normaal gesproken zouden we nog tot 3 spelen. Om het tempo er een beetje in te houden. Gaan we het als volgt doen. We beginnen allebei weer op 0. En degene die als eerste geslapt wordt, ligt uit het spel. Ah, welke dieren zijn leuker? Katten of honden? Wat is er leuker, Kelvin? Wat is er leuker? Welke is leuker? Wat? Welke is leuker, Kelvin? Loortje, wat is leuker? Honden of poezen? Katten. Katten zijn leuker dan honden. Nederland vindt katten leuker dan honden. Laat eens kijken op dit papiertje wat er was. Best thuis, als ik nu gehit word, is Jart officieel de winnaar van Calvin's Slapstick. Het eerste echte potje ooit gespeeld. Voordat we naar dit moment toe gaan leven, ga ik jullie even vragen om te abonneren op mijn kanaal. Volg me even op Instagram. Hey, what's good, man? Jart, je hebt gewonnen. Ja. Ik vind je bent rechtmatig, je bent een verdiende winnaar. Ik wil graag iedereen bedanken. Het spel verkrijgbaar is op bol.com en ook de speelgoedwinkel. Go! Oké, het spel is vanaf nu verkrijgbaar bij bol.com en alle speelgoedwinkels. Leuk dat jullie keken, lieve mensen. Ik zie jullie tot de volgende keer! Oh nee!